Voor de tweede keer startte Koningsdag in Zoeterwoude met een gezamenlijk ontbijt in ons huis. De Oranje Vereniging had voor een koninklijk ontbijtbuffet gezorgd waar zo'n 45 inwoners van het dorp gebruik van maakten. Zometeen start hier de optocht, dus dan komen er nog veel meer mensen. En ja, je krijgt een beetje dat gezellige gevoel en huiselijk gevoel en dat vind ik wel leuk. Ik win heel vaak. En wat win je dan? Ik heb één keer een basketbal gewonnen en voor de rest weet ik het eigenlijk niet heel veel meer. En is het ontbijt ook nog een beetje lekker? Ja. Ik heb een croissantje op, ik heb een of ander gek broodje op en ik heb ei op en ik heb drinken op. Ja, ik heb vaker meegelopen, zeker als kind heb ik heel vaak meegelopen. En nou is het voor de eerste keer dat ik mijn zoon meegaat. Dus we zijn er helemaal klaar voor. Met een tatoeage loop je extra feestelijk mee in de optocht. En tevreden? Ja, ik ben tevreden. Laat hem maar zien. Drie inwoners werden gisteren koninklijk onderscheiden. Onder leiding van burgemeester Bloemen werden ze toegezongen op het sportcomplex van SJZ. Jullie gaan straks lekker spelen. Wij hopen dat het zonnetje blijft. Zo niet. Kinderen zijn niet van suiker, die blijven gewoon lekker. De oudjes die gaan dan onder de paraplu staan. In verband met de slechte weersverwachting zijn de optredens van Cadans en de Sint-Jans-fanfare en de traditionele vrijmarkt verplaatst van buiten naar binnen in de Klaverhal. Vond je het jammer dat het binnen moest? Als ik heel eerlijk ben, ja, want de sfeer altijd op het SJZ-terrein is altijd wel heel gezellig, zeker met een zonnetje. Maar joh, we hebben ons erbij neergelegd en ik moet zeggen, het ging wel hartstikke goed. Het was heel erg leuk. Recentelijk heeft Cadans grote successen geboekt, maar liefst twee groepen die zijn door naar de finale van het NK. Ja, daar zijn we echt heel blij mee, want ja, het is heel moeilijk tegenwoordig om nog op het NK te kunnen komen. Het niveau wordt hoger en hoger. En het is ons gelukt met de 2C-groep en 22 juni gaan we knallen in Ahoy. Is 50 cent en het is 1 op de 2. Puzzels, knuffels en speelgoed. En wat ga je met het geld doen wat je er allemaal mee verdient? Andere leuke dingen kopen. Ja, wat het leukste is als je met meer spullen terugkomt dan dat je mee bent vertrokken, hè? Ja. En met wie sta je hier? Met mijn oma, met mijn moeder en met mijn zus. Wat vindt oma ervan dat ze met meer terugkomen dan dat ze weggegaan zijn? Dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè? Het is meer de bedoeling dat we opruimen. Maar het is gewoon heel leuk om te verkopen. En ze vinden het ook leuk om te doen. Dus daar help ik maar een beetje mee.